Goedemiddag. Goedemiddag. Wie bent u? Harry de Feiter. Dag Harry de Feiter. Wat is jouw rol altijd geweest bij de Rode Kruis? Nou, ik ben dus met 46 jaar, bijna 46 jaar bij de Rode Kruis. Dus ik heb een groot gedeelte ingevuld van die 115 jaar. En omdat er dus hier in Sjeroenskerk die tentoonstelling is, waaronder een ontzettend groot gedeelte van mezelf, allerlei herinneringen die ik meegemaakt heb, al die bijna 46 jaar, had maar 45. 45 jaar bij de Rode Kruis? Bij de Rode Kruis, ja. Dat is wel al ontzettend lang. En wat zien we? Want ik zie daar bijvoorbeeld allerlei medailles en insignes. Ja, dat zijn onderdeel van de wedstrijden en dergelijke. En zoveel jaar Rode Kruis. Ik heb dus hier zo'n onderscheidingen en dergelijke. En ja, allerlei herinneringen en souvenirs van de wedstrijden. Hier liggen een album van me. Ik heb dus 14 jaar ambulancedienst mogen doen. Okay. In Vlissingen. En ik heb dus elke rit die ik dus gemaakt heb met ambulance, dergelijke ook opgeschreven. Van wat er gebeurde. Wat er gebeurde en het alles dergelijke, ja. En hier zien we de spullen van jullie. Ja. Dit zijn de uniformen. De uniformen in de loop van de jaren. En welke heeft u allemaal nog gelopen? Ik heb deze gehad. Ik heb de, ja, deze is de nieuwe pas. Oh, die andere ben ik weggehaald. Oh, die hangen daar zo. Die heb ik ook nog gehad. En wat is nu de huidige? Dat is die rode. Dat is, ja, dat is volle buitenjas en een grijze broek. Dat is de huidige met een wit shirt. En als het nou gaat om, je hebt EHBO Walcheren, maar er is ook specifieker dan weer een afdeling in Middelburg, toch? Of zeg ik het dan niet goed? Inderdaad, het is Rode Kruis Walcheren en dan de afdeling Middelburg. En dan heb ik dus 45 jaar heb ik daar deel van mogen uitmaken. Ja. Maar net hoorde ik ook nog zeggen, van ook nog 14 jaar op de ambulance in Vlissingen. 14 jaar, ja. En ik heb nog 5 jaar ambulance dienst van de ambulance wens in Rotterdam gedaan. Ja. Ja, ik ben gewoon op zeer veel fronten actief geweest. Ik ben dus eigenlijk 2 jaar terug om gezondheidsredenen moeten stoppen. Okay. Met die activiteiten, laat ik het zo zeggen. Ik doe nog wel het werk van de dagverzorging, met het busje van de Rode Kruis. Dat doe ik nog wel steeds. Maar even heel kort gezegd, dat gewoon even puur voor mijn beeld. Want kijk, iedereen kent natuurlijk het Rode Kruis wel, maar wat doen jullie nu precies allemaal in Middelburg? Want ik zie jullie bij bijvoorbeeld evenementen zoals wandeltochten of... Wandeltochten, de Vierdaagse natuurlijk. Vroeger hebben we ontzettend veel wandelmassen zelf georganiseerd. Ja, bij voetbalwedstrijden, hockeywedstrijden, dat vroeger een beetje gymnastiekwedstrijden, dat vroeger meegemaakt. Ik heb dus hulpverlening gedaan, de opening van de eerste seance. Dat was dus ook ontzettend leuk. En dan ben ik ook nog meegemogen voor een hele erehaag te maken bij de begrafenis van koningin Juliana. Okay. Van Juliana toen de tijd natuurlijk al. Dat is ook echt bijzondere dingen eigenlijk. Ja, dat is ontzettend mooi. Maar ook als er bijvoorbeeld inderdaad een, net als bijvoorbeeld Koningsdag in Middelburg, dan zijn jullie ook altijd present, toch? Dat Koningsdag soort zijn present, Sinterklaas zijn present. Precies, ja. Ja, elke evenement in Middelburg, dan wordt er ook vrijwilligers gevraagd. En sportevenement mee. Ja. En dus zelfs met die ambulance dienst een bevalling mogen doen. Oh ja. Dat was echt heel bijzonder. Dat geloof ik. We komen s'nachts bij de mensen en die hadden nog geen telefoon toen de tijd. En die hadden naar boven zijn kippentrapje. Dus de dokter had gezegd, de huisarts, van nou, de ambulance is onderweg. Zorg dat hij beneden komt, want ze kunnen die niet naar beneden halen. Nee. En die mevrouw is naar beneden gekomen, op de bank gelegen. En het is afgekomen. Maar ja, die man die was direct weer de dokter gaan halen. Dus we stonden als 2 ambulanceverpleegkunden, stonden daar zo en nou, dan allemaal komen. Ja. Dus zodoende hebben we dan de bevolking gedaan. En gezond ter wereld gekomen, het is de wereld gekomen. Ja. En ja, bij mij weten, leeft hij nog. Dus, ja, dat, ja, ontzettend dat, goed. Dat zijn hele bijzondere dingen. Dat zijn natuurlijk bijzondere ervaringen natuurlijk. Hè. Dat je iets wel mag doen. En een aantal keer dan een reanimatie meegemaakt ook, persoonlijk dan. Ja. Dus verminderd, maar er zijn er ook 2 doorgekomen, dus dat is ook weer. Ja, de expositie duurt nog maar een paar dagen. Ja. Normaal gesproken kunnen mensen deze dingen ook zien in Middelburg en het Klein Vlaanderen? Of waar staan die? Nou, Klein Vlaanderen kun je ze wel zien natuurlijk, maar dan moet je wel bezig dat het gebouw open is natuurlijk. Ja, dat is geen permanente... Nee, de prijzenkast die daar allemaal staan, die heb ik allemaal in elkaar gezet. Dus, goed bezig geweest voor de organisatie. Ik ben goed bezig geweest inderdaad. Nou, hartelijk dank daarvoor. Het is jammer dat het zo gedaan van de afbreken, maar ja. Ja, nou ja, het is niet anders. Hey. Gezondheid voor alles. Hè. Ja. Dat weet de Rode Kruismedewerker. Ja, het is erom. Ja, nou hartelijk dank voor de toelichting en tot de volgende keer. Okay. Ja.